80% van je marketingbudget verbranden. Nou, krijg een enkele ondernemer die daar niet wakker van zou liggen. Dus stel je bent 100 euro aan het investeren en 80 euro is eigenlijk direct weg. Nou, dat is ook wel een hoog pauspercentage met jouw marketingbudget doet. In deze woensdaggemakdag aflevering laat ik je zien en leg ik uit wat überhaupt een bounce rate is, dus een bounce percentage. En met welke simpele, makkelijk toe te passen technieken je enorme stappen kunt zetten in het verlagen van die bounce rate. Wat is überhaupt bounce rate? Nou, bounce rate is eigenlijk niets meer het percentage dat jouw website bezoekt. Die komt binnen op pagina A en verlaat zonder door te klikken naar pagina B direct jouw website weer. Je kunt je voorstellen dat ik bezoekers naar jouw pagina heb gestuurd en zonder dat zij een vervolgstap hebben gemaakt, direct jouw website weer verlaten, dat het de verspilling is van die bezoeker. Zorg dus dat jij allereerst nadenkt met welke intentie jij mensen op jouw pagina wil krijgen. Wat is het doel van jouw pagina en naar welke vervolgstap wil je ze sturen? En met welke intentie zoekt jouw zoeker? Stel, ik ben een fietsband aan het plakken en ik ben aan het googlen hoe moet ik een fietsband plakken. Zorg dan dat je direct de belangrijkste content bovenaan plaatst. Ik wil direct zien dat ik alle informatie heb. Dus geef een inhoudsopgavetje of een bulletlijstje van ik heb andere stappenplannen voor je, video's, afbeeldingen, gereedschappen die je nodig hebt, allerlei tips, etc. Zorg dat ik in een paar letters kom meteen, bam, ik zit op de juiste plek. Denk dan vervolgens na over de lettertype grootte. Heel makkelijk toe te voegen, vraag het je webdesigner of pas het zelf aan. Wat doe je, werk niet meer met een lettertype van 12 of 13. Maar experimenteer eens waar voor jou de perfecte grootte is. Ik durf te garanderen dat wanneer je met een grote lettertype gaat werken, dat impact heeft op je bounce rate. Een hele grote kans dat een positieve impact heeft. Werk dus met een minimale grootte van 14 en experimenteer tot hoe ver je moet gaan. Het kan best zo zijn dat als je naar een lettertype grootte van 15 of 16 gaat, dat je zo je bounce rate halveert. Nou, dat is een makkelijke, snelle quick win. Geldt hetzelfde voor de breedte. Werk niet met de volledige breedte, hoe mooi dat er ook uitziet, dus in het design, maar zorg dat de contentbreedte maximaal 650 pixels is. Het is enorm vervelend voor een lezer als ik heel dat beeldscherm door moet lezen. Ik lees het liever zo. Dus maak die zinnen dan niet te lang. Ook al staan er puntjes en kommetjes voor, ik moet alles op één regel lezen. Prettiger werkt het wanneer je dat korter en beknopter houdt. Zorg vervolgens dat als je hebt nagedacht van hoe krijg ik die belangrijkste content erop, wat is dan de vervolgstap? Hoe breng je mensen verder qua informatie en het liefst ook in jouw funnel? Als ik een fietsband plakken artikel heb, dan wil ik eigenlijk dat ze naar een product gaan. Dus dat ik denk, nou, het fietsband plaksetje. Dus dan geef ik hier eigenlijk een interne link van dit zijn de meest handige gereedschappen om je band te plakken. Ik klik weer door, dus ik verlaag al mijn bounce rate en ik breng ze onbewust ook verder in mijn funnel. Want in het tweede artikel heb ik het ook over het complete fietsband plaksetje. Dus zorg dat je nadenkt van oké, als ik hier opkom, wat kan ik als upgrade of als aanvulling aanbieden om die bezoeker maar zo lang mogelijk op mijn website te houden? Hoe langer jouw bezoeker op je website blijft, hoe meer kans je hebt om hem dus eigenlijk uiteindelijk op die verkooppagina te krijgen en dus van die bezoeker ook daadwerkelijk een klant te maken. Zorg dan ook dat je dus het juiste verkeer trekt. Waar haal je bezoekers vandaan? Of dat nu via social media komt, via Google of direct verkeer. Het heeft een bepaalde impact op jouw bounce rate. Zijn mensen dus al bekend met jou, dan zullen zien dat het bounce rate al een stukje lager ligt. Heb ik nog nooit van jou gehoord en zit ik op de wc of ergens op de bus te wachten, lekker door Facebook te scrollen en ik kom jouw social media bericht tegen, dan haal je mij uit mijn aandachts- of ontspanmomentje en vervolgens presenteer je mij een artikel. Logisch dat dan het bounce percentage hoger ligt. Dus wees je bewust, wat is de eerste stap? Waar was mijn bezoeker toen mee bezig voordat ik hem mijn artikel presenteerde? En is het dan logisch dat er wat hogere bounce rate is? Sta je dus ook niet blind op die hoge bounce rate, verdiep je in, heb ik hier daadwerkelijk een probleem te pakken omdat ik een hoge bounce rate heb, dus dat ik mijn bezoekers niet juist doorstuur? Of is het logisch dat mijn bounce rate wat hoog ligt vanwege het verkeer of vanwege de tool van die pagina? Als het puur informatie is en een bepaald antwoord geeft en ik heb mijn antwoord te pakken, ja, waarom zou ik dan heel die website door gaan lezen? Ik heb mijn antwoord toch al? Dus wees je bewust, wat
Is het eigenlijk voor het soort content? Dus wat bied ik aan? En via welk kanaal komt het binnen? Denk dan vervolgens over het gebruiksgemak. Zorg voor de juiste opmaak en de kopjes en bullet points. Maar denk ook, nou, hoe kan ik dit gebruiksvriendelijker maken? Moet ik met een accordeon gaan werken? Moet ik met een inhoudsopgave met van die springlinkjes, met van die scrolllinkjes gaan werken? Moet ik de juiste afbeeldingen? Moet ik in een afbeelding van die hotspots laten zien? Denk eens na, als jij je niet zou hoeven tegenhouden door de techniek, wat je dan zou kunnen toevoegen aan die pagina om hem nog gebruiksvriendelijker te maken. Toon bijvoorbeeld niet de rekenformule, maar zet er gewoon een rekencalculatortje op. Er zijn talloze plugins gemaakt die je dit kunnen realiseren zonder dat jij die technische kennis nodig hebt. Zorg vervolgens voor de juiste leesbaarheid. Hoe leuk bepaalde lettertypes ook zijn, zorg dat het gewoon makkelijk en rustig te lezen is. En ik durf te garanderen, als je dit soort tips gaat toepassen, dat je aanzienlijk jouw bounce rate verder zult laten zakken. En hoe lager die bounce rate, hoe langer je bezoekers op je website blijven en doorklikken. En hoe groter jouw kans gaat zijn dat je dus van die bezoeker uiteindelijk een klant gaat maken. Vind je dit waardevolle tips? Dan raad ik je aan om je te abonneren op de Woensdag Gemakdag. Dan krijg je elke woensdag talloze tips en nieuwe technieken van mij. Heb je vragen, opmerkingen? Laat het even weten in de reacties. Ik ben sowieso benieuwd. Wat is op dit moment jouw bounce rate? En met welke tips en technieken ga jij testen? En deel vervolgens ook de resultaten. We worden er immers allemaal beter van. Ga ermee aan de slag. Veel succes met het verlagen van die bounce rate. En ik zie je bij de volgende aflevering.